Als klimaatambassadeur voor Max Havelaar Fairtrade reis ik naar Ethiopië. Hier, in Oost-Afrika, ligt de oorsprong van koffie. Na aankomst in de hoofdstad Addis Ababa verken ik de stad. Ik onderga de enorme bedrijvigheid en laat me op de lokale markt verrassen. Okay. Nice. Hier drink ik namelijk mijn eerste echte Ethiopische koffie. Koffie. Het lijkt zo ongelooflijk gewoon, zo vanzelfsprekend, even lekker een bakje koffie drinken. Dit is wel een hele bijzondere omgeving. Addis Abeba, Ethiopië, land van de koffie. Maar hoe gaat het met die koffie nou eigenlijk echt? In de koffiebossen van Ethiopië. Heel verhaal apart. Ook voor de koffieboeren die het mogelijk maken dat dit prachtige product er nog steeds is. Nog steeds. Daarom neem ik u mee op expeditie naar de koffiebossen van Ethiopië. Maar eerst even proeven. Wonderful. Koffie wordt in het westelijk deel van Ethiopië verbouwd. Een reis van zo'n 9 uur door een bijzonder mooi, indrukwekkend landschap. De koffieplant groeit het best op hoogte. En met zijn 40.000 inwoners gelegen op 1900 meter boven zeeniveau, is Gimbi dé regio waar ik de koffieplanten het best kan bezoeken. Dit is een koffiedorp. Hier komt de koffie vandaan. En al deze hele gemeenschap is voor een groot gedeelte afhankelijk van de koffie. En daarom is het geweldig om hier aanwezig te zijn, te kijken naar het product koffie en de mensen die ervan afhankelijk zijn. En hierachter, daar ligt het koffiebos. Daar gaan we nu naartoe. We gaan die kant op. Oh, oké. Okay. Yo. Het is natuurlijk geweldig om zo ontvangen te worden door de inwoners van Gimbi. Zij begeleiden mij in mijn zoektocht naar de eerste koffiestruiken. Koffiebessen groeien aan een struik. En bij een goed seizoen kunnen koffieboeren één keer per jaar oogsten. Dit is de koffieplant. Nou, ik vergelijk het wel eens een heel klein beetje met de rhododendron in Nederland. In de zin van, het is een schaduwplant. Ja, nu staat hij hier een beetje in de zon. Groenblijvend. Hier gaat het om. Dit zijn de koffiebessen. Als ze groen zijn, zijn ze natuurlijk nog niet rijp. En hier zie ik een hele mooie rijpe bes. Althans, dat denk ik. Rood van buiten, maar dit is natuurlijk nog geen koffieboon. Dat is nogal logisch, die zit hierin. En als je nu kijkt, dit is de koffieboon. Hij is dus gewoon helemaal niet bruin, omdat hij nog niet gebrand is. Dit ruikt gewoon naar een verse plant. Helemaal niet lekker. Vergezeld door een grote groep schoolkinderen uit Gimbi, vervolg ik mijn tocht verder de koffiebossen in. Het is overigens wel het gebied waar de koffieplukters dus ook heen en weer overheen gaan lopen. Hè? Kun je het voorstellen? Met grote zakken, koffiebessen. En dan loop je dus dit soort paadjes uit. Super glibberig. Nou, dan moet je dus ook over zo'n brug heen. Je zou zeggen geen probleem, maar dit is als je een groot gewicht op je schouders hebt en je zou hier tussendoor vallen, dan heb je dus een probleem. Dus als we de boeren kunnen helpen met een eerlijkere prijs, kunnen ze ook beter investeren om zo'n brug wat veiliger te maken en dan kan er weer meer koffie uit hun koffiebos komen. Ah, kijk, hier komen we nou voor. Dit is nou zo'n koffiestruik. Waar een heleboel rode bessen aan zitten. Een kwartslag draaien, en dan kan je oogsten. Een ervaren koffieplukster is zo'n 2 à 3 uur bezig om deze hele mand vol te krijgen. 2 à 3 uur. Ja, en dan heb je dus een hele mand vol, maar dat zijn wel bessen. Daar moet nog van alles mee gebeuren. Ze moeten schoongemaakt worden, maar allereerst moet die boon er zelf uit. Daar zit weer een vliesje omheen. Ze moeten worden gewassen. Dus ja, voor één mand koffie gaan ongelooflijk veel arbeidsuren in zitten. Er gaat een lang traject aan vooraf voordat de koffiestruiken op het niveau zijn waarop ze koffiebessen produceren. Het koffieplantje groeit in eerste instantie bij een kwekerij. Het proces komt er dus op neer dat de koffieboer van hele goede planten de bessen haalt uit een speciaal deel van de koffiestruik zelf. Daar haalt hij vervolgens het boontje uit. En met een hele ingewikkelde procedure, zelfs met as en een speciale verhouding van compost, gaat het boontje in een bed in de grond. En pas na 8 tot 10 maanden heeft hij zo'n 5 tot 8 blaadjes hoog. En is hij groot genoeg om inderdaad elders te planten of te verkopen. En dat luistert heel erg nauw. Ook voor wat betreft schaduw en natuurlijk de neerslag erbij. En ja, je ziet het eigenlijk, het levert hele mooie koffieplanten op. En na het plukken van de rode koffiebessen laat de koffieboer zien waar hij de bessen op zijn erf te drogen legt. Heeft het al hier? Een plek midden in de zon. Dat is eigenlijk een behoorlijk precies gebeuren. Ja, dit is een bamboe frame zeg maar, met een net en daar liggen al die bessen op. Maar die moeten door de zon en door de warmte gedroogd worden. En dat duurt een hele lange tijd.
2 tot 3 weken, 15 tot 21 dagen, liggen die bessen hier zo allemaal op. Maar ze moeten ook regelmatig gespreid worden. Ze mogen eigenlijk niet op elkaar liggen, want anders drogen ze weer niet. Dan kunnen ze zelfs een beetje gaan schimmelen. Mag niet regenen. Ja, als het wel gaat regenen, moeten ze het afdekken. Dus het is best wel een precies gebeuren. En je ziet hier allemaal kleuren door elkaar. En de donkere bessen liggen er eigenlijk al veel langer. En die kunnen er op een gegeven moment van af. Want als ze er te lang liggen, dan drogen ze te veel in. Dat laat eigenlijk zien hoe een arbeidsintensief proces de hele koffieproductie wel niet is. En hoe gevoelig het ook is. Ook voor bijvoorbeeld het weer. Koffie groeit in hoger gelegen gebieden en is erg gevoelig voor temperatuurstijgingen. Ik ben te gast op de koffieboerderij van koffieboer David in het westelijk deel van Ethiopië, in Gimbi. Een koffieboon groeit als koffiebes aan een struik en is rijp als de bes rood is. Dit zijn dus allemaal perfecte bessen en eigenlijk is het hier behoorlijk goed seizoen geweest voor de koffie. Het is nu eind oktober, begin november, de droge tijd, oogsttijd. Maar klimaatverandering laat ook hier wel degelijk zijn effecten zien. Regentijden verschuiven, temperaturen nemen toe. En wat je dan kunt krijgen, dat kunnen we hier verderop zien. Het is niet allemaal zo mooi rood. Want bijvoorbeeld, dit is allemaal zwart, kun je niets meer mee doen. Levert niks meer op, is waardeloos. Is gewoon troep eigenlijk. En dit is eigenlijk wel, ja, misschien de toekomst van veel koffiegebieden. Want de wereld warmt op. En eigenlijk zou je het zo moeten zien, voor iedere graad opwarming extra, moet je met die koffiestruik 100 meter omhoog. Maar kijk hier om me heen, waar heb ik 100 meter omhoog? Kan helemaal niet. Dus voor deze boer hier betekent klimaatverandering, 1 graad temperatuurstijging, alleen nog maar waardeloze zwarte bessen. En dat maakt dat temperatuurstijgingen een groot probleem vormen voor de koffieteelt. Iemand die mij daar veel meer over kan vertellen is dokter Tadesse Woldemarian. Tadesse is directeur van het Environment and Coffee Forest Forum en zet zich al jaren in voor het behoud van de Ethiopische koffiekwaliteit. Voor het interview met Tadesse reis ik terug naar de hoofdstad van Ethiopië, Addis Ababa. What does coffee mean for Ethiopia? Coffee is really a very important crop for the economy. It's also a very important part of our culture. So coffee drinking is a very deep-rooted culture in Ethiopia. We are discussing temperature as being a very important factor, yes, for coffee. But what about precipitation? Is it also changing? Yes, yeah, yeah. We used to have 10 months of rainfall. 10 months? Yes. Okay. Some years we don't have rainfall for 8 months. Whoa. This year there's raining almost throughout the year. Last year, there was a very serious drought. We even had a forest fire in the humid coffee forests. But what does that mean for the future of coffee when it gets so hot? Coffee is really a sensitive crop to temperature, increasing temperature and reduction in humidity. So we know that deteriorate the quality of coffee that we have today. And is that already happening? Yeah, it is, yes, it is happening, and it can threaten even the survival of the coffee plant itself. Geen goed nieuws dus. De opwarming van de aarde zou er zomaar eens voor kunnen zorgen dat er binnen nu en een aantal jaren geen koffie meer verbouwd kan worden. Ik reis terug naar de koffieregio Gimbi en koffieboer David. Met een prachtig uitzicht op zijn koffievelden vertelt hij wat de klimaatveranderingen voor hem betekenen. Ik sta hier op een werkelijk onwaarschijnlijk mooie plaats aan de rand van het koffieveld van deze boer, David, 30 jaar. En het is een groot voorrecht om hem een paar vragen te kunnen stellen die toch eigenlijk wel heel belangrijk zijn in de wereld van koffie. David, merkt u veel van veranderingen in het weer? Is het klimaat van vandaag anders dan bijvoorbeeld 5 of 10 jaar geleden? Malia kamana ul tanse ogala montur aliqillensa kun ammagaru baigari yero sabarana aliqillensa baigari ya alum tiomi shawumati abdechairus baigari ya kagari ti abdechair. U zegt dat het de vorige jaren slecht is geweest. Heeft dat te maken met temperatuur of neerslag of regen? Kunt u daar iets meer over vertellen? Alumakillenta yero robatu yero ege robanjiru yero ege robanjiru yero sa atwe game bakatte game atu jiru yero de barse yero robo aliqillensa suni ali jirenya nama oligatte jirate.
Op mijn laatste dag in Gimbi ben ik onderweg naar een bijzonder onderzoeksproject van de Ethiopische Koffiefederatie, waarmee ze de toekomst van de koffieproductie waarborgen. Dit is een testveld, doen ze onderzoek naar de koffieplant. En op dit veld staan 110 soorten, die zijn genetisch allemaal net een beetje verschillend, worden hier 3 tot 4 jaar in de gaten gehouden en ze worden eigenlijk getest op opbrengst, kwaliteit, weerstand tegen droogte, tegen ziekte. En wat je hier nou ziet, dat zijn toch wel hele grote verschillen. Het is echt opvallend. Deze koffiestruik heeft allemaal groene bessen. Hier pal naast staat er eentje met allemaal zwarte, waardeloze bessen. Die is slecht bestand of tegen droogte of misschien wel tegen een koffieziekte. Allemaal in feite dus andere genetische samenstelling. En als ik dan deze kant op loop, deze zit heel erg vol met bessen. Zitten geen zwarte tussen, zitten zelfs vrij veel al rijpe bessen tussen. Nou, dus wat ze doen, na 3 tot 4 jaar hebben ze een heel goed beeld gekregen van dit is een goede plant. En die worden dan uiteindelijk uitgezet bij de boeren, zodat je eigenlijk gewaarborgd bent van constante, goede kwaliteit, die goed bestand is tegen ziekte en droogte. En dat is de hele reden van dit geweldige onderzoeksproject wat hier gebeurt. Ook van invloed op de kwaliteit van koffiestruiken zijn schaduwbomen. Doordat koffiestruiken in hoger gelegen gebieden groeien, zit de kans erin dat ze sneller worden blootgesteld aan de zon. Felle zon doet de koffieplant geen goed. De plant groeit en bloeit het best onder schaduwbomen. Dit zijn grotere bomen die, gemengd met de koffieplanten, in de koffievelden staan. De bomen zorgen voor voldoende schaduw en bescherming van de plant. Hier zie je hoe het landschap er in deze streek uitziet. Je ziet dus dat er nog heel erg veel bomen staan. En wat nou zo belangrijk is, dat is dat die koffie onder die canopy, dus onder dat gebladerte, een plek moet hebben. Want rechtstreekse zon op die koffieplanten, dat is niet goed. Daarom is het geweldige van die koffiecultuur dat je die combinatie hebt. Hoge bomen, lage koffiestruiken. Het is voor de koffieproductie van groot belang om zo'n combinatie van bomen in een koffiebos te behouden. Het houdt het koffiebos in balans. Dr. Tadesse Woldemariam vertelt in ons gesprek dat schaduwbomen een belangrijk onderdeel zijn in het reguleren van de temperatuur in het koffiebos. We have observed that in the forest where there is shade tree, you can reduce the temperature by 5 degrees. When there is frost, the temperature is higher than the open areas. Yeah. And when there is high temperature, the temperature in the forest situation is at least by 5 degrees lower. So on both sides? In both sides, forest support is really... is protecting the coffee plant. Yes, yeah. En dat geeft meteen aan waarom er voorzichtig moet worden omgesprongen met het kappen van schaduwbomen. De natuur reguleert door middel van de schaduwbomen de temperatuur in het koffiebos. De gemengde vegetatie in het koffiebos, die ontstaat door de combinatie van diverse schaduwbomen, geeft een goede mogelijkheid voor de koffieboer om meer dan koffie te verbouwen. Zoals honing, door middel van de honingpotten in de boom hier. Of bananenplanten, die geven perfecte schaduw voor de koffiestruiken. Ja, er groeit hier van alles, hè? Je zou zeggen, ja, het is een koffiegebied, klopt. Maar ja, ik weet het niet, ik noem het maar even een soort van courgettes of iets dergelijks, groeit er ook. Hier is een enorme bananenstruik. Dus deze boeren, het zijn koffieboeren, maar ze hebben ook allemaal andere gewassen. Ze zijn eigenlijk volkomen self-supporting, omdat ze alle levensmiddelen in feite ter plekke in zeer vruchtbare grond overal kunnen produceren. Zo'n gemengde vegetatie in combinatie met voldoende schaduwbomen zorgt ervoor dat de koffieproductie in Ethiopië kan blijven voortbestaan. Toch vindt er nog op grote schaal houtkap plaats. Onder andere om een vuurtje te maken om te koken, om huizen te bouwen en wegen te beschermen. Hierdoor vindt er veel houtkap plaats in het bos, met alle gevolgen van dien voor de koffieteelt, het behoud van het bos en de erosiegevoeligheid van de vruchtbare grond. Als je eten wil koken, dan heb je brandhout nodig. Maar dat gaat eigenlijk helemaal niet efficiënt hier. Dus iedere keer komen vrouwen elke dag opnieuw met 30, 40, 50 kilo hout op de rug, omdat ze vanavond weer moeten koken. Dat kost veel hout, dat kost veel kracht. In de hut wordt de lucht veel smeriger, zeg maar. Het kost veel tijd. Het gaat dus om dit hout. Dat is heel veel. Ja, ze zijn een klein beetje verlegen misschien. Dat snap ik ook wel. De ontbossing gaat hard. In de afgelopen 30 jaar is zo'n 33% van het regenwoud in Ethiopië verdwenen. Als dit zo doorgaat, is er over 25 jaar niets meer over. Het halen van hout is in de Ethiopische cultuur een vrouwentaak. Het hout moet van steeds verder wegkomen, wat inhoudt dat de vrouwen vaak uren onderweg zijn. Het koffiebosprogramma reikt een alternatief aan. Houtbesparende oventjes.
En dat is het mooie van het project, om de mensen hier niet alleen te helpen met het produceren van mooie koffie, maar ook om ze te helpen met iets efficiënter koken. Daarvoor zijn er wood stoves, dat zijn kleine soort, ja, je zou kunnen zeggen oventjes, zeg maar. Er gaat nog wel hout in, maar die werken veel efficiënter. Dus voor de vrouwen betekent het minder hout sjouwen, minder verlopen, schonere lucht in het huis. En dat is zeer belangrijk voor diegenen dicht bij open vuur, voornamelijk vrouwen en kinderen. Met de efficiënte kooktoestellen is er tot 70% minder rookontwikkeling in huis en is er 50% minder hout nodig. Het werk voor de vrouwen wordt lichter door de oventjes en het bespaart veel tijd. En net zagen we al die vrouwen lopen met die enorme bossen hout op de rug. 30, 40 kilo kan het soms zijn. Het is eigenlijk allemaal bedoeld om te koken. Om een houtvuurtje te maken, stenen erop, bakken, braden, wat dan ook, koken. Maar dit zijn nou die woodstoves die in het Carbon Neutral project van de koffie zitten. Dit is zo'n apparaat. Veel efficiëntere methode, komt minder rook uit, heb veel minder hout nodig. Dat scheelt al gauw een factor 2, betekent minder sjouwen. Meer tijd over, veel schonere lucht, efficiënter bakproces. Dit is de gewone woekstoof. Wordt trouwens gewoon in Ethiopië geproduceerd. Hè? Alles wat je hier staat komt helemaal niet uit Europa. Ethiopisch product. Dit is de woekstoof. Daar kan je op koken, rijst of zo, of kip. En hier, even deze kant, is een veel grotere, maar is ook een woekstoof. Hier bak je van die, ja, Angera heet het eigenlijk. Die smaken vaak een beetje zuurachtig. Maar met alles wat je erop gooit is het een ongelooflijk lekker product. Dat dus op deze woekstoof veel efficiënter wordt gekookt. Het Koffiebosprogramma is erop gericht om inkomen en leefomstandigheden van de boeren te verbeteren zonder schade toe te brengen aan de natuurlijke omgeving. Bijkomende winst is dat dit het CO2-niveau in de atmosfeer omlaag brengt, want ook houtkap draagt bij aan de opwarming van de aarde. Deforestation of course contributes to emission of carbon dioxide to the atmosphere. Deforestation in the tropics estimated to be around 17-18% contributes to the greenhouse. The whole greenhouse effect. Yes, yeah. Het voorkomen van houtkap bespaart uitstoot. In Ethiopië doen 20.000 koffieboeren en hun families mee aan het koffiebosprogramma. Hun deelname aan het programma genereert extra inkomsten. Koffie telen, verwerken, transporteren en branden kost energie. Hierbij komt CO2 vrij. Klimaatneutrale koffie betekent dat de koffieproductie geen schadelijke gevolgen heeft voor het klimaat. Alle partijen in de koffieketen reduceren waar mogelijk hun CO2-uitstoot en de rest wordt gecompenseerd door het kopen van emissierechten van de koffieboeren in Ethiopië. Daarbij spelen de efficiënte kooktoestellen een grote rol. Bij het gebruik ervan wordt gemeten welk verschil het maakt voor het CO2-gehalte in de lucht. Doordat er tot wel 70% minder rookontwikkeling is in huis, produceren de boerenfamilies minder CO2-uitstoot. Elke ton CO2 minder in de lucht is goed voor één emissierecht. Met de verkoop van deze emissierechten kunnen de boerenfamilies hun inkomen aanvullen en de lening voor de aanschaf van het kooktoestel terugbetalen. De kooktoestellen worden gemaakt in Ethiopië en door middel van een microkrediet gekocht door de boerenfamilies die deelnemen aan het koffiebosprogramma. En dat maakt de koffieproductie in al zijn facetten een bijzonder proces. Mijn bezoek aan de Ethiopische koffievelden zit erop. Het was intens, prachtig, indrukwekkend en bovenal zeer leerzaam. Deze koffie, deze bessen, die blijken ook enorm gevoelig te zijn voor het weer. Dat is logisch, maar ook voor klimaatverandering. En we hebben gezien en gehoord dat het weer verandert, regenseizoenen verschuiven, temperaturen veranderen. En dat heeft deels te maken ook natuurlijk met uitstoot van CO2, van koolstofdioxide. Maar ook heeft het te maken met de verdere ontbossing. Het is niet meer dan logisch dat we dan toegaan naar het project van klimaatneutrale koffie. Eigenlijk zou alle koffie die geproduceerd wordt klimaatneutraal moeten zijn. Met een eerlijke prijs. Dat komt de boer toe, dat komt het klimaat toe en dat garandeert ook dat wij in de toekomst nog kunnen genieten van dit heerlijke product, onder andere uit Ethiopië.